Hey. Dat is verschrikkelijk. Van Limburgers weet ik eigenlijk niets. Bij een Zeeuw, een Groninger of een Brabander kan ik me iets voorstellen. Maar bij een Limburger nauwelijks. En het enige nieuws dat me bereikt over deze provincie, dat lees ik in de krant. Bijvoorbeeld het nieuws dat bij de provinciale statenverkiezingen 27% van de Limburgers stemde op de PVV. De partij die in het provinciehuis halalvlees wil verbieden en vervangen voor Limburgs zuurvlees. Een partij, kortom, die de Limburgse identiteit wil beschermen. Maar dat verwart me, want de Limburgse identiteit die bestaat nog helemaal niet zo heel lang. Nog in 1831 beklaagde een molenaar uit Roermond zich erover dat hij in de 40 jaar dat hij leefde al 4 nationaliteiten had gehad. Hij was geboren onder de Habsburgse keizer, werd toen een Fransman, toen een Belg en toen uiteindelijk een Nederlander. Wat is dan nu die Limburger wiens identiteit zo beschermd moet worden? Hoe definieert de Limburger zich ten opzichte van al die buren die hem omringen? De Belgen, de Duitsers en de Noord-Nederlanders. Het gehucht Spaanshuisken is grotendeels door Duitsland omsloten. Een smokkelparadijs dat wel het gat in de grens werd genoemd. Heeft u een biertje voor mij? Een biertje, ja. U bent de eerste Limburgers die ik misschien in mijn hele leven ontmoet. Ja? Oh, maar door plaat tegen hem kan, dat was dit en niks. Ik versta alles wat u ja? tot nu toe. Ja. Staat tot nu toe alles. En dan maken we de gewies. Dit heette het gat in de grens. En dan vallen grensbewoners meestal stil. Nee, dat weet ik niet. Nee, daar zijn we niet bang voor. Hè. Nee. Maar dat is de bijnaam die ik heb gehoord van dit plaatsje. Ik wil zeggen, hier zitten een paar van die daders die vroeger gesjoepeld hebben. Die ken ik met de nazawiezen. Oh ja? Dus ze zitten heel dichtbij. Ze zitten kopje. Ja. Die vroeger gesmokkeld hebben. Ja. Maar die worden nog niet bang. Nee. Aan vastgezeten, moet ze zeggen. Er zijn er bier die vastgezeten, maar niet allemaal. En zijn die ook met de neus aan te wijzen? Ja, die zijn ook aan te wijzen. Wat waren de artikelen waar jullie dan de meeste belangstelling voor hadden? Ja, dat ligt al eraan waar het meest aan te verdienen was. Ja. Die kalveren en koeien en vruchten, zal ik zeggen. Een kalf is een best een groot ding. Ja. Dat is niet geen pak koffie. Dus hoe in godsnaam verplaats je dat kalf? Ja, maar er waren gingen een luxe wagen. Auto's voor of wagens voor die in te zetten of op te zetten, dat ging wel. Ja? Dat ging wel. Gewoon op de achterbank. De bank troet, koffer achterop. En dan ik zou wel weten zeggen wie van, maar in een hoop trainen. Ja. Maar toen op een gegeven moment werd het zo moeilijk. Toen gingen we het anders doen. Vroeg shoppen, zondagsmorgens. Mm-hmm. En toen hadden we de stallen gewoon opengemaakt. Het vee naar buiten gejaagd. De politie gebeld. En die Duitser die zei, mijn vee is weg. En die belde de politie dan. En de politie die kwam met een paar politieauto's. Deed dat vee van Nederland naar Duitsland brengen. Dus, wij zijn er dus, wij stonden hier te kijken en de politie. Hoe zij jullie smokkelactiviteiten overnamen. Langs de grens en dan brachten die voor ons het smokkelwaar over de grens. En dat was het mooiste wat we ooit hebben meegemaakt. Ja. Maar en toch nog een laatste punt over het gevaar ervan. Want het is niet, het klinkt nu jongensachtig en spannend, maar het had ook wel degelijk een risico om dit te doen. Er is geschoten, kan niet anders. Nee, maar is er een van jullie ooit geraakt? Nee, hoor. Oh, u bent geraakt? Ja. Hij is geraakt. En in wat voor situatie was dat? U probeerde te vluchten? Of? Ja, ze hadden ons meegenomen. Ik ben toen ertussenuit gegaan. Toen moest ik daar door de grens, door die wei hier nog terug. Ik moest dan 700, 800 meter lopen.
En toen voelde ik pas dat ze me geraakt hadden, dat ze geschoten hadden. En dat is heel meteen weer uitgegaan. Ja. Dus je hebt enorm geluk gehad. Ja. Nou, daar drinken we op. Ja. Goeie afloop. Op de val je niet schoen, ja. Het is geen wonder dat hier in Spaans Huisken zo verschrikkelijk veel gesmokkeld werd, want daar is een grensuitgang. Hier is een overgang. Dit is de weg die uit Nederland Duitsland inloopt. En hier rechts van mij is ook weer een grensovergang. Dus dat Spaans Huisken steekt als een soort driehoek in Duitsland met drie uitgangen. Dus het is geografisch gezien de meest logische plek om, om contrabanden de grens over te brengen. Gebruikt als garage en opslagruimte. Dit is het oude grenskantoor van Spaans Huisken. Die kant staat de Duitse douane. Dit is het helemaal? Dit is het helemaal. Dit was het hele hok? Ja, een steen is 4 meter van binnen. Hier was de paspoort doorgegeven. En hier ging dan? Dat kon je dichtmaken voor de kou. Zo is dat dicht, er komt nog geen kou naar binnen. Ja. Maar dan kon je in elk geval iets verstaan. En hier kon je gewoon je paspoort laten kijken als ze binnen waren. Vaak stonden ze ook buiten langs de straat, maar ja. U bent dus de eigenaar van een van de laatste grenskantoren die nog bestaat. Want de meeste zijn afgebroken. De meeste zijn afgebroken hier aan de spreek. En staat hier duidelijk, ja. 6 tot 10 uur. Ja, s'morgens van 6 tot 10 en s'middags van 4 tot 8. Ja, die stonden ook wel langs de straat, die zijn binnengezet. In elk geval, dan was het grenskantoor geopend en tussen die tijden moesten ze... Maar wie gingen er dan over? Alle mensen die naar het werk gingen, die bussen met mijnwerkers. Oh, die moesten naar Nederland? Die kwamen uit Nederland? Die kwamen van Nederland, gingen die naar Nederland over Duitsland. Dat was te kort. Zo, nu snap ik het. Dus dat was korter? Ja, het scheelde 10, 20 kilometer en hoeven ze niet om te rijden. Ja, dat is toch nog een half uur of een uur bussen. Dit moet hij wel goed bewaren, meneer. Ja, het is niet geëmailleerd, maar daar is wel het reflecteerd. Dus, maar dit is historisch erfgoed, zo'n bord. Dat is heel mooi. Ooit een symbool van de macht. En nu een vervallen keet. Ooit onwrikbaar, autoritair. Halt! En nu verrommeld. Internationale omstandigheden. Nieuwe grensverdragen. Zinloze keet. Maar wel mooi dat hij er nog staat. Het meest zichtbare overblijfsel van de Tweede Wereldoorlog, onderdeel van de Westwall. Een anti-tankhindernis die bedoeld was om de opmars van de geallieerden te stoppen. Voor die oorlog waren er eigenlijk helemaal niet zoveel problemen tussen de Limburgers en de Duitsers. Dus het was zelfs, je had een prijsvrouw als je een Duitse vrouw trouwde als Limburgse man. Het waren sterke, goede vrouwen, Duitse vrouwen. En toen kwam die oorlog en toen werd de Duitser in één klap van een goede buur een gehate bezettingsmacht. Dit betonnen haaiengebit wat we hier zien, wat ook wel een beetje op een vreemd prehistorisch grafveld lijkt, dat is er nog van te zien. Ik overnacht in hotel Zurbrücke,
in Herzogenrath, net over de grens bij Kerkrade. De eigenaren achter de bar zijn Nederlanders en ook aan de andere kant van de bar klinkt meer Limburgs dan Duits. De reiziger doet er goed aan om niet alleen naar taxichauffeurs en stamgasten te luisteren voor zijn begrip van de wereld, maar dat valt niet altijd te vermijden. Maar u bent dan Limburger, u werkt al heel lang in Duitsland. Waarin merkt u dat u Limburger bent als u in Duitsland bent, afgezien van uw taal? De mentaliteit. Ja? Het is inderdaad een andere mentaliteit, ja. En wat is die mentaliteit? Want ik zou dus heel graag willen weten, wat is dan die Limburger? Waar is de Limburger in u? Nou, wij zijn in onze uitdrukkingen, in ons daar zijn, in ons doen en laten, zijn we bij echt veel ruwer, zal ik maar zeggen. Een Duitser is een beetje meer fijngevoelig. Is toch wel een aard mens. Daarmee is de Limburger toch meer een Nederlander dan hij van oudsher was. Ja, ja. Ruwer. Ja, is zo. Nee, want Nederland accepteert Limburg helemaal niet. Oh, maar dan is het andersom. De Nederlander accepteert de Limburger niet. Nee, want Nederland is de appendix, oftewel het wormvormig aanhangsel van Nederland. Limburg bedoelt u, ja. Limburgers zijn Bourgondische mensen. Ja. En die zouden eigenlijk veel beter bij België horen als bij Nederland. Zou u dat ook liever willen? Nou, ik woon zelf in Duitsland, dus ik heb zo daar verder geen problemen mee. Maar ik ben dus in Limburg geboren, ik werk ook in Nederland. Maar zo is het wel. Zo voelen alle Limburgers, oftewel het grootste deel van de Limburgers, die voelen dat zo, ja. Voelen deze Limburgers dat zo? Of zou u het liefst uit België horen? Nee. Er zijn er al drie die ik hier... Want u vindt echt Limburg hoort bij Nederland. Dat ja, is een, zeker weten, ja. En dat is niet een wormvormig aanhangsel. Nee, het is gewoon Nederland. Ja. Het hoort erbij. Ja. U voelt zich ook echt Nederlander? Ja, echt. Terwijl ik hier geboren ben, maar ik ben echt Nederlander. Van oudsher heeft de Limburger het gevoel dat hij door de Hollanders niet serieus genomen wordt. Misschien dat zijn gevoelens van miskenning verklaart. Zijn dialect werd belachelijk gemaakt en in het verleden werd hij nauwelijks in staat geacht zijn eigen provincie te besturen. De Nieuwstraat in Kerkrade, een straat waar werkelijk helemaal niets bijzonders aan is. Behalve het feit dat dit sinds 1815 de grens was tussen Nederland en Duitsland. Aan de rechterkant Duitsland, hier Nederland. De stad was daarvoor altijd één, maar is toen verdeeld in Kerkrade aan de ene kant en Herzogenrath aan de andere kant. Tijdens de Koude Oorlog werd hier een soort ijzeren vlechtwerk aangelegd door het midden van de straat, zodat ze ook echt fysiek gescheiden waren. En dat ding werd door de bevolking het ijzeren gordijn genoemd. Het ijzeren gordijn van Kerkrade is verdwenen. De Limburgers en de Duitsers proberen weer nader tot elkaar te komen. Zo zijn nu de brandweerkranen aan weerszijden van de grens hetzelfde en wordt elk jaar een grensoverschrijdende wielerronde georganiseerd. Ik spreek met de Nederlandse en de Duitse burgemeester die de bewoners aan weerszijden van de grens vertegenwoordigen. Die gemeenschappelijke identiteit, ziet u die ontstaan zo langzaamaan, die Europese identiteit? Of zijn het nog vooral toch lokale identiteiten die met elkaar iets proberen? Ik denk dat je hier niet kunt spreken van een Europese internationale mentaliteit, maar vooral van het zich voelen waar hoe men zich hier op moet stellen. Het is vanzelfsprekend. Hier is het vanzelfsprekend dat je dingen met elkaar doet. Men voelt zich Europeaan, men voelt zich Kirchruitje, men voelt zich Herzogenrath. Dit gebied rondom Aken is eigenlijk één gebied. Dat zie je ook aan de Duitse kant, maar ook aan de Belgische kant. En dat is eigenlijk vanzelfsprekend gegroeid. En dat gebied, dat noemen jullie Euregio Maas... Maasrijn. Dat is de identiteit. Dat is het gebied waar jullie het over hebben. Ja, maar ik denk dat hier men dat niet als zodanig voelt. Het zit in de genen. U zou het liefst zien dat de mensen die u vertegenwoordigt dat Europeanen waren in de eerste plaats en daarna Limburgers en Duitsers. Of hoe? Wat is de identiteit die u het liefst zou zien bij uw? Het kan niet onze opgave zijn jetzt die verschiedenheden tussen Duitsers en Nederlanders of Limburgers zu egaliseren. Dat würde ik ook gar niet machen wollen. Weil die Identität der Leute ist ja durchaus unterschiedlich und die sollte auch beibehalten werden. Die Frage ist,
schafft man es, und ich glaube, wir schaffen das, im Alltagsleben auch Verständnis und Toleranz füreinander zu entwickeln und die Zusammenarbeit zu fördern. Darauf geht es hinaus, nicht alle gleich zu machen. Das ist nicht unsere Aufgabe, denke ich. Die Identität der Leute ist sehr wichtig. Het lijkt of de Limburger zich aan elke definitie onttrekt. En zo hoort het natuurlijk ook. Met het opportunisme van de grensbewoner beweegt hij zich gemakkelijk tussen Duitsland en België. Tussen Noord-Nederland en zijn eigen provincie. Dag mevrouw. Wat doen jullie hier? Honden en de katten voeren en zo. Oh ja? Nou, u komt hier ook niet vandaan, hè? Nee, ik kom uit Hoge Noorden. Dat hoor je zo, ja. En wat doen jullie helemaal hier in diepe zuiden? Nou ja, iedereen moet het drielandenpunt gezien hebben. Vier landen, dit was het vierlandenpunt. Ja, toch wel, hè? Ja. Nee, het is echt waar. Ja, ik weet het, het hele kleine landje was erbij. Ja. Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Nee, inderdaad. Ja, dat lag als het goed is. Daar gaan we zo even naar kijken. Oh ja? Is het Martial niet? Of dat, hoe heet het kleine landje dan? Moordesnet. Ah, Moordesnet natuurlijk, ja. Mag ik iets vragen? Maar zeker. Kent u de weg een beetje? Nee? U ook niet? Nee? Sorry. Nee, ik zoek namelijk waar Neutraal Moordesnet gelegen heeft, maar dat weet u ook niet dan. Niet onze collega. Nee. Ja. Meneer, even vragen. Dag meneer. Ik ben op zoek naar Neutraal Moordesnet. Ik weet dat het niet meer bestaat, maar ik zou willen weten waar het gelegen heeft. Als u het diepste punt hier naar beneden gaat, op het diepste punt, daar ligt Centraal Moordesnet. En vroeger was dat een aparte staat. Toen noemden ze het ook het vierlandenpunt. Ja, ja. Sinds dat bij België is ingelijfd, is het het drielandenpunt. Maar als u hier de weg afrijdt en op het diepste punt, daar ligt Centraal Moordesnet. En is dat iets wat u van uw ouders gehoord heeft, dat het daar staat? Nee, ik heb vroeger, in mijn jonge jaren, heb ik dienst gedaan bij de Marché. En toen deden we nog een grensbewaking. Ja. Dit was mijn bewakingsgebied. Dus in die zin weet ik daar wel iets vanaf. Ja. Ja. Maar de grens van Moordesnet hoefde u toen niet meer te maken? Nee, daar ben ik echt te jong voor. Daar ben ik echt te jong voor. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk wel interessant om te weten waar je dan mee bezig bent. Maar was dat nog in de Koude Oorlog dat u de grenzen bewaakte? Ja, ook. Ja. Ja. Dus toen was er nog echt iets te verdedigen? Toen was er nog iets te verdedigen. En vlak daarna kwam de Rote Armee-fractie en de Brigata Rosso en noem maar op hoe ze allemaal. En dat hebben we hier volop meegemaakt. Ja. Collega's doodgeschoten, dat soort zaken. Ja. 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 Er is hier een collega van u doodgeschoten? Hier aan de grens, vlakbij. Ja, niet hier, maar wel vlakbij. Door een Rode Armee-fractie? Door iemand van, ja, een terrorist. Op de vlucht. Ja. 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 En een stukje verder in Kerkrade zelf 3 of 4 man. Ja. Dus ja, dat waren wel roerige tijden. Ja. Hoe dan ook moet volgens mij hier beneden in het dal Neutraal Moordesnet gelegen hebben. Ingeklemd tussen België, Duitsland en Nederland. Een mini-staatje met een grensomtrek van slechts 11 kilometer, met in het hart van dat landje een zinkmijn. En die zinkmijn die was zo belangrijk, de grondstof die daaruit gewonnen werd, dat ze bij het congres van Wenen in 1815 geen besluit konden nemen aan welk land die nou zou toevallen. En dus besloten ze om er een neutraal staatje van te maken. En dat heeft daar gelegen. Een hele kleine, bijzondere Europese misvorming. Eens de zinkmijn lag, staat nu de kermis. Die mijn was het enige bestaansrecht van Neutraal Moordesnet, die prachtige voetnoot bij de Europese staatvorming. Hoe beter ik kijk, hoe duizelingwekkender de Europese geschiedenis me toeschijnt. Nooit houdt Europa op me te verbazen. Malgrand
van de Storno. Kijk, toen maar ik aan de Storno. We zijn hier in het hotel, waar in 1908 alle Esperantisten samenkwamen om te praten over een Esperanto-staat. En die Esperanto-staat zou moeten heten Amikeo, plaats van vriendschap. En nog altijd verzamelen zich in dit hotel Esperantisten. Tiumaniere, ni havos tamen. Okazo, memoragon, yes, de. En tiu pregeo. Ja, ik ben hier om wat te vragen over het Esperanto. U spreekt Nederlands, hè? Ja, 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 ja. U spreekt ook Duits? Ja, ik spreek Nederlands en ook Duits. En Frans? En Frans ook. En Esperanto? En Esperanto. Wat wilt u het liefst met mij spreken? Een dialect, dus ja. Oh, ja. Zullen wij het Nederlands spreken? Nederlands, ja. Oh, wat goed, wat goed. Maar waarom wordt hier überhaupt Esperanto gesproken in Moresnet? Dat is verbonden met de geschiedenis van Kermis. Ja. Kermis is neutraal geweest. Ja. En vanaf 1906 is iemand, is een Fransman, die is op de idee gekomen de neutraliteit van het grondgebied Kermis, ja, neutrale Moresnet, met een neutrale taal te verbinden. Dus het was in een neutrale staat dat ze dachten, we moeten ook een neutrale taal gaan spreken. En de bedoeling van deze Fransman, Gustave, was een thuis te geven aan Esperanto. Aan de Esperantisten van over de hele wereld. Dat Amikeo, die plaats van vrienden, zo had het landje moeten heten. Ja. Zo heeft het nooit geheten. Voor de Esperantisten, ja. Voor de Esperantisten wel. Maar er was ook een volkslied, heb ik gehoord. Ja. Dat is de Amikeo. Nou, ik wil hem graag horen. Maar kunt u het openen? Mevrouw. Ah, dat is hoeveel meter dan? L'appareil, s'il vous plaît. Haben Sie noch etwas mehr Lautstärke, bitte? Het eind van de 19e eeuw was een tijd van grote utopische denkbeelden. De belofte van het Esperanto was dat het de volken zou verbinden door taal. Iedereen kon het leren. De eenvoudige grammatica zou aan de Babylonische spraakverwarring een einde maken. Het ideaal van Esperanto is dat daarmee de grenzen overstegen worden. Zou u het liefst een wereld hebben zonder grenzen? Is dat voor u een ideaal? Voor mij niet, nee. Nee? Voor mij moeten grenzen blijven. Maar dat betekent niet dat ze niet open zijn voor andere mensen. Het was geen gekke gedachte om neutraal Moresnet het hoofdkwartier van de Esperanto-beweging te maken. Een plaats van politieke en taalkundige neutraliteit. Maar het was juist een grote oorlog die aan het ideaal van vrede en neutraliteit een einde maakte. In het Nederlands bestaat een hele rare uitdrukking die we gebruiken als we iets zien dat bijzonder mooi is. Zoals dit. Dan zeggen we, het is on-Nederlands mooi. Dus het is zo mooi dat het eigenlijk niet bij Nederland kan horen. Nou ja, en dat vinden sommige Limburgers ook. De meeste Limburgers die ik sprak, vonden zichzelf toch eerst en vooral Nederlander. Ook al kwamen ze soms pas tot die slotsom als ze zich vergeleken met hun buren, de Duitsers en de Belgen. Wie zichzelf definieert, heeft daar per definitie de ander voor nodig. Maar wat is dan de toekomst van een plaatsje als dit? Ja, goede vraag. En de revolutie? Ja, nou ja, goed, de revolutie. Ik heb al aangegeven dat wij zelf gewoon geen revolutie zullen ontketenen. Ik heb al aangegeven dat het op een democratische manier gekozen moet worden. Maar mocht het zo zijn, mocht het zo zijn dat een revolutie nodig is, ja, dan komt hij er.